Hey, goedemiddag. We zijn weer terug aan boord van Drifter 22 Doeltje Bella. En het is zondagmiddag. We hebben er mee uitgenomen voor een klein tochtje. En het tochtje gaat vandaag van Breesandijk aan de Einder. Even kijken of we Breesandijk kunnen. Een grote hoop stenen en een paar masten. En misschien een paar lasertjes die met een wedstrijdje bezig zijn. Van Breesandijk naar Den Oever. En zoals wel vaker, de wind is zuidwest. 4 tot 5, mogelijk 6. Nou, dat is inmiddels gelukt. We hebben het bootje zelfsturend gemaakt. Dat is erg handig. We hebben één paaltje. De Friend. En die houdt de helmstok vast. En dan blijft ze lekker, lekker aan de wind. We hebben er een rifje in gelegd, want dat was nog wel nodig bij het vertrek. Zo'n vijfje hadden we toen. En inmiddels is er een klein buitje overgekomen. En het rifje van pas. We waren helaas, zoals gebruikelijk, weer een uur te laat weg. Het treinvertrek was 1 uur. Dan had ik nog een dik aantal uren appstroom mee te gaan. Maar, nou ja, goed. Het lijkt een soort vakantie en geen aangenomen werk. In de verte ziet u waarschijnlijk de zendmast van Wieringen. Dat is altijd een prettig punt om aan te leggen. Ook als je vanaf het Vermalendijde Posthuis wat deze kant op kan. Ook s'nachts met allerlei prachtige kerstverlichting. En helemaal in de verte, Den Oever. Het is inmiddels zo'n 2 uur voor laag water. Dus we hebben nog een dik uur app mee te gaan. En dat is wel nodig ook, want we moeten er echt tegen inbeuken. We zijn inmiddels voorbij de Vlieter. De Vlieter, waar is die? Oh, we zijn nog helemaal niet bij de Vlieter. We zijn bijna voorbij de Vlieter. En dat is het prachtige monument. En ook een aanlegpunt. Er hebben zich al een aantal dagjes mensen verzameld om te kijken hoe deze 22 zit. Door het aanstroom als het veldborstelt. Maar het gaat eigenlijk uitstekend. Het is maar een zuidelijke koers. En nou ja, het gaat eigenlijk. Het prettige is weer dat je de handen kan gebruiken om te filmen. En hoewel het uitzicht dit keer nou niet zo spectaculair is, 20 mijl asfalt. Het is toch wel handig om eens een keer die handen vrij te hebben. En te kunnen zien wat er gebeurt. En ook te kunnen filmen. Nou, we hebben het luik hebben we dicht gedaan dit keer. Dat houdt eigenlijk al het water buiten wat er af en toe even overkomt. Het valt heel erg mee. Tenminste, dat is de algehele opinie. Eén putje in de nek gehad. En nou, ik denk eigenlijk dat we de laatste mijl weer tegen de komende vloed in zullen moeten hakken. Maar ja, dan hadden we maar eerder eruit moeten gaan. Maar na de tocht van gisteren, 11 uur, vanaf Ameland naar Breesandijk, zat de gang er niet zo in vanochtend. Dit was uw verslaggever aan boord van Drifter 22 Doeltje Bella. Drifter 22 Doeltje Bella.